Goed mensen, ik ben Sam. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe PM Survival. Ik heb een zin, ik hoop die ook zin hebben. Als het goed is, krijg ik vandaag mijn spullen terug. In ieder geval, de koeien zijn wel terug. Ik heb hier wheat in mijn hand en allemaal koeien te zitten hier. Die willen dat ik hun kom voederen. Wat ik even wil pakken is een sign, want we gaan ook iemand op de Wall of Fame zetten. Het is deze keer... Oh, ik hoop dat hier trouwens mijn spullen in zitten. Ah, kijk, mijn spullen zitten hierin. Oh, dat is super handig. Dat is echt gewoon precies... Dat is echt... Oh, 10 bookshelves. Hé, hey, dat had ik niet. Ik had geen 10 bookshelves. Maar ja, je hoort mij niet klagen. Dan kunnen we in ieder geval mooi ons enchantment table fixen. Kijk, dat hoort zo, als het goed is. En dan hebben we nog 5 over, dus dan is het mooi 1, 2, 3... Oh, kom op. Ja, 3... Hé, hey. Oh, wacht, ik was hier een torchit. 4, 5. Kijk, hoppakee. En dan kunnen we hier nu al als goed is ook high-end level enchanten. Maar we gaan niet om het op de Wall of Fame zetten. En dat is de enige echte... Oh, Wall of Fame. Ik wil de Wall of Fame op de Wall of Fame zetten. Nee. Mr. Back FX. Oftewel Joey. Die zou op de Wall of Fame komen. Ik had het ook tegen hem gezegd. Zo van, hey, je komt wel op de Wall of Fame. Don't worry. Dat is hartstikke tof. Superleuk. Ik pak even al mijn spulletjes en dan gaan we even kijken of we wat kunnen enchanten. En wellicht even een diamond sword maken. Hé, hey, ik heb mijn armor eens vol. Ik moet even wat equippen. Zo, hoppakee. En dan hebben we hier nog een egg. Gooi ik even neer. En dit is Sjaak de kip. Nee, dat is niet Sjaak de kip. Dat is Johan de kip. Dat is Johan de kip. Super gaaf is Johan de kip. Die fixt alles voor me. Die doet serieus zoveel hier. En het zal heel stom zijn als Johan de kip wordt verbrand, weet je, want... Kom op, kom hier. Kom. Want dat zal natuurlijk gewoon heel zielig zijn als Johan de kip werd verbrand. En dat zou natuurlijk niemand willen, dat Johan de kip gewoon zomaar... God... Kip, kom hier! dat die wordt verbrand, weet je, dat wil niemand. Dus ja, dat zal heel zielig zijn. Hè, kippie? Dat zal niet leuk zijn, hè? Sorry kip. Sorry, dat was niet mijn bedoeling. Oké, nou ja, maakt niet uit. Ik ga even mijn pickaxe enchanten, want dat vind ik wel chiller. Die enchant ik level 28. Holy moly, ballscrape. Oh! Ik zit een beetje laag, hè? Zal ik hem even iets laag zo doen? Ik zit een beetje laag vandaag. Dit is een Unbreaking 3, Fortune 2 en Efficiency. Dat is, ja, ik ga zo mijnen. Dat kan ik in ieder geval wel zeggen. Ik ga straks gewoon lekker de mijn in. En ik ga kijken of wat voor ores ik allemaal kan halen. Want met Efficiency en Fortune, dan krijg ik heel veel dingetjes. Heel veel leuke dingetjes. Wat wil ik ook weer pakken? Oh ja, ik wou een paar stikjes pakken. Dan moet ik even hout voor hebben. Oh, ik heb trouwens al sticks. Dat zie ik nu pas. Zo. En dan kunnen we hier een swordje van mee maken. En... Nee, ik ga eigenlijk nu nog echt mijn cave in. Was deze cave nou goed? Ik dacht het wel, hè? Als goed is, kan ik deze ook in. Want, heel veel torches. Want het wordt een lange journey. Misschien wel 2 episodes of zo. Want, wat we gaan doen... We gaan zorgen dat we heel veel iron en heel veel dingetjes kunnen fixen. Want dat gaat zorgen voor XP. En die XP, dat hebben we nodig voor ons wapens en zo te enchanten. Om de Ender Dragon te verslaan. Ik neem aan dat het de Ender Dragon is. Want levelen via ores en zo in plaats van monsters gaat denk ik toch wel echt het snelst. Dus daarom ga ik het even doen. Ik kan natuurlijk ook even mijn dieren nog even eten geven. Dat ben ik eigenlijk even vergeten. Dat is niet zo goed. Maar dat komt wel. Kijk, het is gewoon echt heel veel iron. En dan gaan we gewoon even leuk iets vertellen. Even over de Wall of Fame. Iedereen zet in de reacties. Oh nee, dat is wel een leuke. Over een spambot. Ik weet nog niet of het een spambot is. Ik weet nog niet of het door YouTube wordt gedaan. Maar heel veel reacties... Nou, bijna, ik kan wel zeggen, 1 op de 10 reacties blijven nog staan. Voor de rest worden ze allemaal gemarkeerd als spam. Ik denk dat het een YouTube-bug is, ik durf niet eerlijk te zeggen, maar ik denk het wel. En ik hoop dat het zo snel mogelijk wordt gefixt, want als ik eerlijk mag zijn, ik kan nu geen 1 reactie lezen van jullie. En dat wil ik wel. Ik wil alle reacties lezen van jullie. En dat kan ik nu dus niet. Dus dat vind ik heel erg jammer. Ik hoop dat het natuurlijk wel snel gefixt is, dus dat is ook echt eigenlijk een van de redenen. Waarom ik ook niet meer zo super veel beantwoord.
op de reacties op YouTube. Maar dat maakt niet uit. Ook nog even over streaming. Ik ga waarschijnlijk binnenkort ook weer streamen. Morgen misschien. Nee, niet morgen. Woensdag is er misschien weer een streampie. Dus dat is ook weer super leuk. Alleen, ik zit dus nu... Ik zei tegen jullie allemaal van... Hey, ik ga gewoon highlights uploaden. Was ook mijn bedoeling. Alleen, nu kom ik erachter dat ik maar maximaal 2 uur... ik weet niet precies. Je kan in ieder geval, als je een filmpje op YouTube zet, kan je hem ook weer downloaden. Als je de beheerder ervan bent, van het filmpje. Ik heb dus dat geprobeerd met een filmpje van 2 uur. En ik kon dat niet downloaden. Dus ik weet niet waar het aan ligt. Misschien kan je maar een uur of een anderhalf uur downloaden of zo. Maar dus ik heb laatst dus, nou hoe lang was dat denk ik? Lang was die V2B stream plus minigame stream, was dat denk ik iets van 4 uur, 5 uur of zo. Zoiets. Dat heb ik dus allemaal opgenomen en gestreamd. En uiteindelijk dus naar YouTube gezet. Niet openbaar hoor, gewoon privé. Zodat ik het kan downloaden. Alleen, ik kon het dus niet downloaden. Dus dat is heel erg crap. Nu heb ik al dat materiaal niet. Want wat mijn nieuwe serie eigenlijk was... is dat ik eigenlijk 4 keer per week zou livestreamen. En dan 1 keer per week een recap maken van een kwartiertje. Of wellicht minder. Dat houdt in dus dat ik een filmpje ga maken van mijn livestreams en zo. En dat lijkt me wel een leuk idee. Alleen blijkbaar vindt YouTube dat niet een leuk idee. En die laat me dus niet materiaal dus niet downloaden. Dus dat is heel erg jammer. Ik zeg niet dat het YouTube schuld is. Ik weet niet. Ik moet gewoon even aanzitten. Maar in ieder geval mij lijkt het hartstikke leuk om gewoon een kill compilatie te maken. Om zo te zeggen. En dat je gewoon mij iedereen ziet killen. Van gewoon 40 kills maken met een lekker muziekje erachter. Zonder voice of zo. Ja, natuurlijk wel met wat voice. En dat ik gewoon iedereen ga killen, om zo te zeggen. Dat lijkt mij in ieder geval leuk. Maar dat kan dus nu nog niet 1, 2, 3. Helaas pindakaas. Maar dat maakt niet uit. Dr. Pablo. Die moeten we natuurlijk ook nog zoeken. Ik heb geen flauw idee waar die moet zitten. Maar ja, zoals ik al zei, dat moeten we zoeken. Kijk, dat zocht ik. Lekkere diamonds. Maar we zullen wel zien. En ik ga jullie trouwens ook naar de Dutch YouTuber. Ik heb zoveel weer te vertellen. Ik heb zoveel te vertellen, maar ook weer niet. Waarom kom ik hier niet op? Gaan jullie ook naar de Dutch YouTube Gathering? Zo ja. Zet het dan even in de reacties neer. Want ik vind het natuurlijk super tof. Of de reacties te doen natuurlijk. Want ik vind het super leuk als mensen gezellig naar de gathering komen. Lekker mij ontmoeten. Lekker praten. Lekker gezellig doen. Dat vind ik altijd wel leuk. Hoe kan ik dat weghalen zonder het lava aan te raken? Oh shit. Oké, dan moet ik daar eentje onder. Zo, kijk. Nu is het lava goed is weg. Gaat het weg, denk ik. Ja. Ja, lava, are you going away? Everything? Nou, dat is wel goed zo, hè. Van 1 diamond krijgen we gewoon 2 diamonds. Dat is super chill. Hier, ik heb nu 5 diamonds, terwijl ik maar 2 heb gehakt. En eentje had ik al in mijn bag. Dus dat is super chill. Ik ben al level 19, jongens. Ik moet tot level, nou, wat zullen we zijn? Zeggen, 28 of zo. Net als wat ik bij mijn pickaxe heb gedaan. Dat vond ik wel een mooi aantal. En wellicht kunnen we ook Dr. Pablo nog vinden. Want zijn ze eigenlijk online? Oh, Gorfeer. Er zijn 2 Gorfeers online. 2 Gorfeers online. Oh my fucking god. Oh shit. Ik moet ook nog een minigame maken. Oh, dat is misschien wel leuk. Oh, hier is nog meer diamonds. Aantal mensen vroegen van, Sam, mogen wij ook minigames insturen? Natuurlijk mag dat, jongens. Als jullie een vette minigame hebben gemaakt, mag je die opsturen. Gewoon naar @projectcraftia.nl. Want wij zitten natuurlijk diehard constant aan de PvP-wereld. Oh, nog meer diamonds. En daar gaat heel veel tijd in zitten natuurlijk. Maar als jullie ons daarmee kunnen helpen door mapjes eigenlijk op te sturen, zo te zeggen. Ik zeg niet dat dat moet. Wij fixen eigenlijk alles. Maar als jullie ineens denken van, hey, ik heb hier nog een map voor jullie liggen. En hij is best wel gaaf en ik vind hem ook wel leuk. En ik heb het zelf gemaakt. Hij was eigenlijk voor dat en dat bedoeld. Of ik ga nu een map maken of een minigame map voor Project Minecraftia. Dan sure, go ahead. Het enige probleem wel is, het wordt heel moeilijk om het te testen. Omdat het, als je zegt van, dit is een Hunger Game map en de map is 50 bij 50. Ja, nou dan wordt het natuurlijk heel snel afgekeurd. Alleen, ik denk dat ik misschien een soort serie ga beginnen. En dan noem ik het niet PM maps, maar meer een minigame map. En dan gaan we gewoon, misschien door alle e-mailtjes. En ik ga gewoon kijken, jullie mogen ook die e-mailtjes lezen.
Dan laat ik gewoon lekker meegaan. En dan gaan we even later dat mapje downloaden. Zetten we in de wereld. Allemaal tegelijk. En dan gaan we kijken of het een mooie serie is. Of een serie. Of het een mooie serie is. Wat? Nee, of het een mooie map is. En zodra het een mooie map is, dan sturen we een e-mailtje terug van... Yo man, je map is goed. Bla bla bla. Gegevens misschien. Of je wilt ons op Skype hebben of zo. Of je wilt nog meer mapjes maken voor ons. Weet ik veel wat. Zoiets gaan we dat doen. En dat is al hele tijd is dat open. Maar we hebben het eigenlijk nog nooit geannounced. Want we zoeken heel veel Hunger Game maps nog. En The Walls zoeken we ook nog. Ons team is natuurlijk ook gewoon hartstikke hard aan het maken. Maar hoe meer, hoe beter, hè? Zo kan ik het gewoon beter zeggen. Hoe meer, hoe beter. En hoe chiller. Want zodra wij 5 mapjes hebben... en dan kunnen we... 2 daarvan zijn er echt goed. In plaats van 1 map maken. Ja, nou, dat is toch wel stukken beter. In ieder geval, ik heb 39 emeralds zelfs. Holy shit. En ik heb nu 17 diamonds. Dat is echt... Ik had niet verwacht dat het zo snel ging. En ik heb 64 iron... Plus nog 14. Dat is ook super chill. Krijg je trouwens ook van Iron met Fortune? Als je het zo doet, krijg je dan ook nog extra of niet? Ik denk het niet, hè? Dat is denk ik alleen maar echt met Coal. Kijk, met Coal krijg ik nu wel 2, denk ik. Ja, met Coal krijg je er wel 2. Oh, hier zelfs 3. Holy shit. Wat is hier? Hier ben ik al eens geweest. Ben ik hierboven ook al geweest. Ik zie daar nog Emerald. Maar Emerald is nu niet zo super, super, super boeiend. Wel ook niet echt nodig. Alles is hier van Sandstone. Alles. Hier kwam ik, dacht ik, Gokveer tegen, of niet? Sam, die SF heeft nog wat onze shit. SF heeft nog onze shit gestolen. Ik weet niet wie SF is. Kijk, hier was ik als het goed is. Ja, hier kwam ik die kip tegen. Maar wacht, kan ik dan. Ja, kijk, ik zie daar. Loopt nog een cape verder. Als ik nou gewoon hier ga. En ik ga hier even graven. Dan kom ik als het goed is bij een andere cave uit. Of niet? Ja, kijk. Ik kom nu bij een andere cave uit. En dan zijn hier natuurlijk weer gewoon weer diamonds die ik kan hakken. Ik vind het wel jammer dat er eigenlijk geen dungeons zijn hier. Dat mis ik eigenlijk wel een beetje. Dit is echt zo'n lekkere oldschool Minecraft aflevering. Hè? Gewoon lekkere mijnen. Lekker lullen. En gewoon... Oh, die vind ik het fijnst. Ik kijk soms ook van die Minecraft streams of Minecraft... Nou, niet streams, meer video's. Nou, dat was vroeger. Dat was van Joxcast. En nu kijk ik meestal Sips. Maar ik kijk het niet eigenlijk. Ik luister het. En dat is eigenlijk heel raar. Want dan zet ik het eigenlijk gewoon aan. Als ik ga slapen, zet ik gewoon een afspeellijstje aan van aflevering van een half uur of zo. Een kwartier van Minecraft... En of überhaupt iets, om zo te zeggen, ook al is het, weet ik veel wat, in ieder geval een rustige game waar ze gewoon lekker gaan lullen. Zet ik het aan, ga ik liggen, doe ik oortjes in of ik zet hem lekker op speaker en ik val zo rustig dan weg. Dat vind ik zo heerlijk. Vooral de podcast van Joxcast kreeg ik vroeger altijd. En dat vond ik wel altijd wel leuk. Holy shit, mijn deur gaat... Holy shit, dat was eng. Mijn deur ging ineens open. Waarschijnlijk omdat het tocht, omdat ik mijn raam open heb staan. Maar dat was best wel creepy. Dat was, I don't know, dat was niet leuk. Dat was zeker weten niet leuk. En het is heel donker omdat ik shaders aan heb. Maar gelukkig kan ik met mijn minimap zien. Ik kwam niet meer op mijn woorden. Met mijn minimap zien. Gelukkig kan ik met mijn minimap zien. Wow, Sam, GG Wellplayed. Waar alles is. Wow, dit gaat diep naar beneden. Nou, dan gaan we ook diep naar beneden. Want hoe dieper, hoe meer diamonds, toch? Dat is het, toch? Wauw, dit is echt... Dit gaat heel ver. Ik hoop niet dat dit helemaal onder water gaat, trouwens. Dan ben ik best wel de lul. Dan kom ik omhoog en dan... Oh, ik verdrink. Oh, GG well played. Ja, dat willen we niet. Wat ik sowieso nog moet fixen... Is... een paar gebouwen nog. En dat mogen jullie ook kiezen. Jullie mogen kiezen wat ik moet bouwen. Wat ik moet fixen. Dat mogen jullie lekker allemaal zeggen. Vertellen. Want er is natuurlijk nog genoeg te doen. En we zijn nog maar bij aflevering... Oh, wat voor aflevering was dit? Aflevering Huppel de Pup. En we hebben nog heel veel te gaan. Dus, maar ja, ik vind het niet saai worden of zo. Ik vind het maar leuker eigenlijk worden. Dus de meer we doen. En ik weet eigenlijk nu dat die trapie mensen er ook zijn. En ik heb je ook aan mijn oor, jongens. Oh. En dat vind ik juist zo gaaf. Het is...
Ik ben trouwens nu al level 24. Het is anders dan een echt survival. Er zit ook nog een verhaallijn blijkbaar dus achter. En dat is super gaaf. Dat interesseert mij het ook om nog meer te spelen en zo. Dus dat is super vet. Wat is hier beneden? Ik heb nu al meer dan één stack emeralds. Maar ik ga gewoon meer emeralds hakken. Dan kunnen we die mooie altaar misschien maken. Dus wellicht heb je echt gewoon heel veel emeralds nodig om een altaar te maken. Voor de offering. Dan moeten we ook nog Dr. Pablo vinden. We hebben nog echt heel veel te doen, jongens. We hebben echt heel veel nog te doen. Ik ga even hier snel kijken. Of hier... Ja, kijk daar. Oeh. Ik heb Gorfeer vermoord. Ja. Jongens, ik heb Gorfeer vermoord. Ik heb het goed gedaan, I guess. Gorfeer is dood. Ik wil nog proberen één diamond te vinden. Alsjeblieft, één diamond. Dan hebben we er mooi 20. Dat vind ik een mooi getal. Kijk, jongens. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Als je het leuk vond, vergeet dan niet op dat groene duimpje te klikken. Dus kan misschien... Mensen vinden soms mijnen zij. Maar ja, het hoort er ook bij, hè. Het hoort bij Minecraft. Bedankt voor het kijken. Ik heb in ieder geval superveel oor. Ik heb iron oor. Gold ore, emerald, diamond en redstone en lapis lazuli en coal. Jongens, bedankt voor het kijken. En het enige wat ik kan zeggen is... Kippen overal. Oh my god. Hey.